wat ik wel ga missen is toch de routine van... je hebt een fractievergadering, je hebt je collega's, je partijgenoten... waar je voortdurend lekker over je eigen idealen kunt gaan praten... en dat de hele stad nog niet hetzelfde vindt... en dat je toch eigenlijk vindt dat jij het goede doet, dat soort dingen. Maar daar ga ik ze gewoon mee lastigvallen. U blijft ze achtervolgen? Ik blijf gewoon aan de raadsvergaderingen en commissievergaderingen volgen... en ik ga ze gewoon bestoken. En u had het even over de idealen. Vindt u het 40 jaar in de politiek, altijd sociaaldemocratie, doet het u pijn dat nu nog zo weinig mensen dat steunen? Ja, dat is jammer. Maar ik denk dat eerlijk delen en kijken hoe je mensen die een duwtje in de rug nodig hebben om goed mee te kunnen leven in de maatschappij. Om dat soort dingen waar de Partij van de Arbeid toch altijd naar is blijven kijken. Dat het nog steeds heel erg nodig is. En ik zeg niet dat er niet gelukkig ook wel eens andere partijen zijn die daarnaar kijken en dat doen. Maar ik vind toch dat wij dat eerlijk delen en dat achterstand opheffen, verheffing en dan ook een beetje cultuur, naar cultuur kijken, vind ik toch wel heel belangrijk. Nu zijn hier mensen die nemen afscheid. Ik ben 4 jaar in de gemeenteraad gezeten. Hoe hou je het 40 jaar vol om actief te zijn in de politiek? Nou ja, ik heb er tussendoor ook wel eens andere dingen gedaan. Ik heb natuurlijk bij de Jari Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij. Maar altijd aan de politiek gerelateerd? Maar wel vanaf 1980. Ik werk sinds 1974, zeg ik altijd, voor de Partij van de Arbeid. Ik ben tijdens het kabinet Den Uyl bij de Jari Beckman Stichting gaan werken. En vanaf die tijd heb ik eigenlijk altijd voor de Partij van de Arbeid gewerkt. En maar 40 jaar, hoe hou je dat vol? Nou, gewoon door 's ochtends op te staan en te kijken, de krant te lezen, niet te vergeten. Soms naar de televisie te kijken en dan gewoon aan de slag te gaan. Gewoon nuchter. Gewoon ja. Je werk doen. Ja, ja. En kijken wat je hand vindt en daar dan mee aan de slag gaan. Toen u toch die penning had gekregen, was het nog even emotioneel of viel het mee? Nou, ik vind het wel emotioneel, maar ik kan het hebben. Ik kan het verdragen. Het is wel emotioneel. Natuurlijk is het emotioneel. Want het is toch het eind van een periode. En ik zal dat misschien in de komende maanden pas echt gaan beseffen. En ik hoop alleen dat ik... Ik ga reizen. Iedereen zegt dat natuurlijk. Maar ik heb niet een echte bucketlist zoals je tegenwoordig hoort te hebben. Maar ik ga wel reizen. En ja, echt een beetje van cultuur genieten. Ik denk poëzie. Dat ik het meeste ga doen. En poëzie natuurlijk. Ik blijf gedichten voor de radio voordragen.